Hola, hola, chicas. Eh, we gaan een super mooie design eh, maken voor kerst. Eh, ik ben nu bezig met kleur 47 van Ugly Duckling. En ik breng de kleur op de top van de nagel aan. Eh, op dit moment moet je niet perfect werken, het is gewoon om eh, het topje van de nagel te dekken en daarna. Dan we de smile line tekenen met het penseel die Taylor 2. Het is een heel fijn penseeltje en um, met dit penseel kan je de hoekjes uh, mooi scherp maken en je kan de smile line uh, tekenen. Voilà. Fin deze getekende French heel makkelijk en snel. Oké, okay, daarna gaan we de kleur voorbereiden. Voor de lijntjes, de, de dikke lijnen eigenlijk. En dat doe ik met de tacky top en gel polish nummer 43. Dat is zwart. En ik meng het. Jullie gaan in een zwarte kleur semi-transparant krijgen. Eh, en ik begin te tekenen nog een keer met de detailer 2. En we gaan drie brede eh, verticale lijnen tekenen. Dat is de eerste op het midden van de nagel. Ik probeer zo strak mogelijk te werken. En als jullie zien is, de, is mijn, mijn zwarte kleur een beetje transparant nog. Hè? Dus aan de rechterkant doe ik nog een lijn. Even breed als de eerste en ook transparant, en daarna nog aan de linkerkant een derde lijn, dus alle drie lijnen ongeveer even breed. <coughs> en uh, het rood tussen de lijnen moet ook ongeveer even breed zijn, want we gaan vier kantjes tekenen. Hè? Als je hier klaar bent, gaan we uitharden. En na uitharden gaan we de horizontale lijnen tekenen. Dus hier is de eerste ook even breed of de verticale lijntjes. En semi-transparant. Op deze manier. Ik werk altijd met de detailer 2 en ik gebruik eh, een mengeling van Tacky Top en zwarte gel polish. Dus zo ga je verder. Eh, daarna gaan we de vierkantjes eh, accentueren. Dat is het punt waar de twee lenen eh, kruisen. Dat zie je zien hier. We gaan alle deze kleine vierkantjes tekenen met zwart, met zwarte gel polish. Je kan ook uh, gel color gebruiken als je wilt. Maar voor de transparante uh, uh, lijnen is het beter met gel polish en een topcoat. Daarna leg ik een laagje van een matte topcoat. Cleansen en we gaan met de sticker uh, een paar steentjes plakken. Ik gebruik de blinger uh, om de steentjes te nemen van mijn doosje. En met de andere kant leg ik het product op de nagel. Heel weinig, niet te veel. Eh, in het midden ga ik een um, S16 Moonlight doen. En voor de caviar, jullie weten al hoe ik dat doe. Eh, hier zien jullie het resultaat. Is echt super mooi. I love it. Eh, veel succes met het oefenen. En tot de volgende keer, meisjes. Bye-bye, bye-bye.